in gesprek met Joop Stokkers. Zijn kaarten uit Meppel die gaan de hele wereld over. Hij doet namelijk aan postcrossing. Welkom Joop. Dank je. Kan je even kort uitleggen wat postcrossing precies is? Ja. Postcrossing is een systeem wat door een Portugees in het leven geroepen is 10 jaar geleden. Het gaat erom dat je er bestaat een systeem, daar kun je adressen op vragen. Of je moet eerst in feite een profiel aanmaken op postcrossing.com. Mm-hmm. Als je dat profiel hebt aangemaakt, daar staat jouw gegevens op, wat je gedaan hebt, wat voor werk je bijvoorbeeld gedaan hebt, of je getrouwd bent of niet, of je kinderen hebt en al die dingen meer. Yeah. Op het moment dat dat klaar is, dan ben je eigenlijk, dan moet je een wachtwoord invoeren natuurlijk en de code. Mm-hmm. Als dat klaar is, dan ben je lid van de club. Dan kun je kaarten versturen, dan krijg je kunt een adres opvragen in het systeem. Op basis van dat gegeven stuur je dus een kaart naar iemand over de hele wereld. Dus je maakt een account aan op postcrossing.com. Ja. En dan log je in en dan krijg je daarop een aantal adresgegevens. Ja, je krijgt een heel scherm met statistieken en alle dingen kun je allemaal opvragen. Maar een van de dingen is daar, zegt hij dan van zend een postkaart. Mm-hmm. Dan klik je dat aan en dan krijg je een adres. Dan moet je bevestigen dat het akkoord is. En dan krijg je een adres bijvoorbeeld van iemand in China. Ja. Vaak een gecompliceerd adres is dat. Dat schrijf je dan op een kaart. Je geeft er een code aan, in dit geval dus Nederland en dan een meestal 7-cijferig getal. Dat zet je erachter. Dan wat informatie over jou persoonlijk op die kaart en veel succes met postcrossing sluit je meestal mee af. En all the best to you, meestal in het Engels. En die gegevens, die kaart, die doe je dan door de post. En enige tijd later krijg je een berichtje dat die ontvangen is. Maar wat zet je dan zoal op de kaarten die jij verstuurt? Gewoon wat persoonlijke dingen, als wat je gedaan hebt. Dat je in dit geval, ik stuur vaak een kaart van Steenwijk. Dat ik daar geboren ben, dat ik getrouwd ben, dat ik 2 kinderen heb. En dat ik 40 jaar bij de post gewerkt heb. Dat post is natuurlijk wel interessant voor mij. Als ja. Ook de postpaard zoals in de krant geschreven stond. Komt daar ook het interesse vandaan? Ja. Voor postcrossing? Ik heb het, volgens mij heb ik het ooit 1 jaar of 7 geleden gelezen in het foldertje wat de huis in huis werd verspreid toen de tijd van Er is Post. Ja. Daar stond de postcrossing stond daar dus ook in, volgens mij. En daar, op basis van dat feit ben ik eigenlijk begonnen. Ik vond het wel leuk. Ik vind het zelf leuk om wat gelopen post, zoals het dan heet, om dat te verzenden en te ontvangen. En dat ook dan te bewaren. En wat doet u dan met de kaartjes als ze binnen zijn gekomen? Zet ik ze gewoon, ik bewaar ze gewoon in doos achter elkaar. Ik heb de nummers al even en op datum. Dat is ook al interessant om als postman te zien hoe lang iets onderweg is. Dus dat zet ik erop en dan sla ik ze op. En u heeft ook uw mooiste kaart meegenomen. Ja. Die komt helemaal uit Ghana. Kunt u daar eens wat over vertellen? Is een Nederlander, zie ik. Ja, ik heb uit Ghana, dat was op 30 januari, heb ik een kaart gekregen uit Ghana. Daar staat op, mijn opa woonde 40 jaar in Meppel. Nou, dat is natuurlijk een trigger. Eerst in de Colijnstraat en later aan de Parallelweg in de Kraton. Nou, dat vond ik wel een leuk gegeven. Dus ik heb bevestigd dat ik de kaart heb ontvangen. Mm-hmm. Maar daarna bevestigd kun je ook nog corresponderen gaan met de betreffende figuur. Dat doe ik niet met al die 300 kaarten die ik gedaan heb. Maar in dit geval, omdat het Meppel erop stond, heb ik een contact met hem gezocht. En ik heb nog regelmatig contact met hem. En hij heeft over de hele wereld gezworven. Mm-hmm. En hij is nu in Ghana terechtgekomen en daar heeft hij een ananaskwekerij. En daar werken 50 mensen. En dan komt hij toevallig uit Meppel. En dan komt hij toevallig uit Meppel. Mooi verhaal. En hoe vaak verstuurt hij nou een kaart? Nou, meestal 3 per maand. Ik vergeet het ook wel eens. Het is niet zo dat ik zoals de Japaner, want dat kan ik toevallig ook tegen. Je ziet dan in een scrollend overzichtje alle lui die dan op dat moment actief zijn in het systeem. En die had er heel veel verstuurd. Ik klikte toevallig een Japaner aan, die had er 10.000 verstuurd. Zo. Ja, en een kaart naar het buitenland sturen is niet het meest goedkoop. Tegenwoordig kost het al iets meer dan een euro per stuk, volgens mij. Nou, dan moet je de kaart zelf ook nog, die ben je ook al gauw 45 cent voor kwijt. Ja. Dus 1,50 per stuk moet je zo rekenen. Dure hobby als je 10.000 verstuurt. Dat bedoel ik. Dus dat doe ik maar niet. En die deze, vond ik ook wel leuk. Kunt u daar eens wat over vertellen? Ja. Dat is een kaart gemaakt. Tegenwoordig kom ik nog alles bij Oud Meppel. Mm-hmm. En daar zag ik een aantal kaarten staan. En een van de kaarten was een foto of een reproductie van een schilderij van Ponne.
Dus de vader van Wiegerponnen, deze goede man, die heet Tieners Ponnen. Mm-hmm. En die kaart die heb ik dan onlangs gekocht. Daar heb ik er een stuk of 5 van gekocht. En ik heb er 2 verstuurd, tot nu toe van de 5. En alle 2 werden door de ontvanger gekwalificeerd als favoriet. Nou, dat vond ik natuurlijk wel heel erg leuk. Dat is een mooi verhaal. Ja. En zijn er op dit moment van u nog kaarten onderweg? Ik heb nog 1 of 2 op dit moment lopen. We hebben vanmorgen nog even gekeken hoe naar de statistieken. Mm-hmm. Over het algemeen duurt het 17 dagen voordat een kaart bij de gradiseerde is. En is er ook nog wat onderweg naar u? Er is nog 1, nee, dat weet ik niet. Op basis van het feit dat je verstuurt, mm-hmm. gaat in het systeem, geeft dan een melding dat er een kaart onderweg is van Joop naar. Dus mm-hmm. iemand anders mag dan ook een kaart naar Joop sturen. En zo kom je dan weer. Uiteindelijk heb ik 295 kaarten verstuurd en ik heb er 294 terug, geloof ik, inmiddels. Dus nou. Loopt al aardig parallel. Ik wens u nog heel veel plezier en succes met Postcrossing. Bedankt dat u wilde komen vandaag. Graag gedaan.